5 leuke activiteiten om te doen hier op Curaçao. Tuurlijk, Curaçao zit zelf vol mooie stranden, maar Klein Curaçao is nog weer net iets anders. En dat zijn de jetskis. Je kan hier jetskis huren. Dan heb je weer een mooie dag gehad. Heb je weer een mooie dag. We moeten een tour operator beginnen hier zo. Bon dia mensen, mijn naam is Lars Wichtson en naast mij zit Claudia. En super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe series. De derde alweer van... Ja, we weten niet hoeveel. Ja, van de... weet ik niet hoeveel. Waarschijnlijk nog wel veel. Maar weer een nieuwe series en je hebt het waarschijnlijk wel gezien in de titel. 5 leuke activiteiten om te doen hier op Curaçao. Ja, afgezien van het strand dan natuurlijk, waar eigenlijk bijna iedereen wel voor komt hier op Curaçao. Maar dit is dus een series voor andere dingen om te doen buiten het strand om. Yes. En we beginnen maar meteen met nummer 1 en dat is... onze eigen escape game natuurlijk. Ja. Gewoon eventjes reclame maken hier. Het is nog niet live. Binnen een maand waarschijnlijk. Het binnen is nu begin januari. Ik denk over 2 weekjes dat die... dat die af is. Ja, dat dus, is het doel. Ja, dus mocht je op Curaçao zijn vanaf februari, eind januari of daarna en je wil een keertje wat leuks doen en je hebt nog niet Poenda bekeken of wat dan ook, ook al heb je Poenda wel bekeken, kan het alsnog, maar dan raden we zeer zeker onze escape game aan, want dan kun je op een leuke, speelse, puzzelende wijze Poenda ontdekken. Je hebt er geen internet voor nodig. Zorg dat je wat water meeneemt. Een petje of wat dan ook als je midden op de dag gaat. Lekker puzzelen door het centrum heen. Ja, super leuk om te doen. Veel positieve reacties al gekregen. Ja, van alle testgroepen en zo. Dus, dus binnenkort kun jij hem ook spelen. Maar ja, dat was genoeg reclame voor nu. We gaan door naar nummer 2. En dat is... ja, Klein Curaçao. Klein Curaçao kan dus eigenlijk ook niet ontbreken in dit lijstje om een keer te doen als je naar Curaçao komt. Tuurlijk, Curaçao zit zelf vol mooie stranden, maar Klein Curaçao is nog weer net iets anders. Je moet ongeveer 1,5 uur met de boot. Ja. En dat is dan een onbewoond eiland voor de kust van Curaçao en gewoon heel helder blauw water. Lekker wit strand en eigenlijk kom je daar gewoon om niks te doen. Je betaalt ongeveer... voor 100 euro per persoon. Wij adviseren de Mermaid. Ja. Want dan heb je in ieder geval allerlei palapa's waar je onder kan liggen. Dus je kan in de schaduw liggen en er is een ontbijt geregeld. Je hebt onbeperkt drinken. Voor drank moet je wel extra betalen. En je kan... er zit een lunch bij in. Ja, een barbecue lunch zit erbij in. Dat is allemaal goed geregeld en heel chill. Ja. We hebben wel genoten die dag. Wel lekker verbrand, dus ook goed insmeren. Ja, maar een super mooi eilandje. En, ja. Je moet hier gewoon een keer naartoe zijn geweest als je naar Curaçao gaat. Ja, jawel. Dat is wel En je kan mooi. Er ook een vuurtoren bekijken en een scheepswrak, toch? Ja, klopt. Ja. Er is verder niet heel veel op het eiland, maar het is wel echt een lekker dagje. Je gaat vroeg weg, rond een uurtje of 7. Half 7 volgens mij. 6:30 vaar je weg richting Klein Curaçao en dan rond 4 uur vertrek vier je weer. Toch? We vertrokken alweer eerder. Ja. Volgens mij waren we 5 uur of zo weer terug. Nou, in ieder geval een dag onder de pannen. Dus dat is Klein Curaçao. En dan gaan we snel door naar nummer 3. En dat zijn de jetskis. Je kan hier jetskis huren. Dat heb ik zelf nog niet gedaan, maar jij wel. Ik heb dat zelf gedaan hier zo. Dat zit aan de Caracas Bayweg zit dat. Betaal je $70 voor per persoon. Tenminste, als je een enkele neemt. Als je een dubbele neemt, is het $80 totaal voor 1 jetski. Ah, okay. Dus dan is het net iets goedkoper. En hoe lang kan je dan? Je kan dan een half uurtje op de jetski jagen. Wij hebben zelf... hebben wij vrij varen gedaan. Dan mag je zelf bij het Spaanse wateren mag je los varen. Je kan ook een tour doen. Die zijn wel 2 keer zo duur, maar duren ook 2 keer zo lang. Dus dat is ook nog een optie. Maar dan gaat er dus iemand gewoon met je mee. Die volgt jou. Nee, jij volgt hem. Ik wou zeggen, oké. Maar dat is wat chill, want dan lijkt me op zich best leuk. Want dan heb je wat avontuurlijker activiteit om te doen hier. En dan komen we gelijk bij de vierde, denk ik. Ja. Ook een avontuurlijker, hè? Dat zijn de UTV buggy tours van Curaçao Activities. Die hebben wij laatst gedaan. Ja, ik weet niet of je de vlog hebt gezien. Mocht je die niet hebben gezien, check er dan zeker even uit. Helemaal als je eraan zit te denken om dit te gaan doen. Ja, zeker echt een aanrader. Ik heb zelf ook de quad tour gedaan hier vanaf Mambo. Die vond ik minder. We gingen minder lang off-road, maar ik vind quad rijden ook niet zo heel leuk. Dus ik ben niet helemaal objectief. Omdat ik ooit ben omgevallen met zo'n ding. Dus ik
had gewoon echt doodsangst op dat ding. En in de buggy had ik dat niet. Want je zit in zo'n kooi en je kan je handen en alles binnenboord houden. En je hebt toch een veilig gevoel ook omdat je vast zit. Dus wat we daar deden, het was heel erg regenseizoen. Of nou, heel erg regenseizoen. Het had geregend dat weekend ervoor. Dus er lag heel veel modder en water. Dus dan elke keer voor de plas remmen en dan vet hard er doorheen heen chasen. Ja, we kregen laatst ook een vraag of je veel op elkaar moet wachten, maar dat, ze hadden goed de vaat erin. Dus ja. Het is echt wel even lekker skeuren. Ja, en dan ga je halverwege ga je naar Dai Boy. Dan kun je even wat eten en kun je even afspoelen in de zee. En dan rij je nog weer terug. Maar we hebben het is een tour van 3,5 uur, dus je betaalt $120 per tweetal dus. Ja. Maar ik vind het geld wel waard. Ja, het was echt heel vet hoor. Ja. Het was echt heel leuk om echt te doen. Heel tof. En dan gaan we door naar nummer 5. En dat is de Christoffelberg beklimmen. Dat kan uiteraard ook niet missen in dit lijstje. Klopt. Een van de dingen die je eigenlijk wel gedaan moet hebben. Het kost 25 gulden per persoon. Dat is €12,50. Ja, mocht jij inwoner zijn, maar dat ben je waarschijnlijk niet. Want anders kan het natuurlijk wel. Maar als inwoner betaal je maar 5 gulden per persoon. Dus dat is handig om te weten mocht jij wel op de eiland wonen. En heb je dit nog nooit gedaan, maar mocht je wel een cedula hebben. Laat die dan zien, want dat scheelt gewoon 20 gulden. Maar voor de normale toerist is het dus 25 gulden. Maar het is echt heel leuk om te doen en zeker een keer de moeite waard om in ieder geval gedaan te hebben, mocht je naar Curaçao komen. Mensen denken, maar kan ik hem dan wel aan? Is dat niet te zwaar? Nee joh, het kan prima. Het eerste stuk is vooral cardio, dus het ligt eraan hoe hard je doorloopt. Ja. Maar dat is nog, gaat een beetje een helling op, maar het is nog gewoon prima te belopen. En aan het einde moet je echt klimmen en klauteren, of nou ja, moet je wel echt je handen gebruiken om op stenen en alles door te klimmen, maar eigenlijk iedereen kan hem bewandelen en het maakt ook echt geen reet uit of je er iets langer over doet of niet. Nee, wij hebben zelfs ook kinderen naar boven zien gaan. Ja joh, dus, en hele oudere mensen. En je doet er ongeveer 50, mocht je een beetje. Ja, wij hebben toen de eerste keer er 50 minuten over gedaan. Maar ja, als je wat langzamer doet, langer dan iets meer dan een uur. Ja, tip is wel, ga er vroeg heen. Dus probeer er echt om 6 uur 's ochtends of zo wel te zijn. Daarna kan het ook wel. Ja, voor 10 uur mag je naar boven, volgens mij. Maar ga niet vanaf 9 uur, 8 uur omhoog. Nou ja. 8 uur kan misschien wel. Nou, 9 uur. Want dan zit je gewoon, het is zo warm. En als het bewolkt is, is het nog wat te doen. Maar als er echt de zon schijnt, dan ga je echt wel echt gewoon kapot. Dus advies is om zo vroeg mogelijk te gaan. Dan kun je lekker naar boven. Ben je rond 8 uur weer beneden. En dan is het tip om te gaan ontbijten bij Lagoon. Bij Baia Lodge of zo. Baia zit daar. Heb je heel mooi uitzicht. En dat is namelijk de enige die daar in de regio zo vroeg open is. En dan kun je daarna lekker naar Grote Knip, Kleine Knip, weet ik veel. Lekker een dingetje op Westpunt. Dus dan heb je zo een heel dagje gevuld op Westpunt. Ja. Nog even zwemmen met schildpadden bij Playa Piscado, Playa Grandi. Dan heb je weer een mooie dag gehad. Heb je weer een mooie dag. We moeten een tour operator beginnen hier zo. Dus mocht jij een tour nemen, nee, dat gaan we niet doen. En dat waren ze alweer, de 5 activiteiten. Niet de 5, want je hebt er nog veel meer. En dit is ook niet onze top 5, maar dit zijn gewoon 5 activiteiten die je anders kan doen dan het strand liggen of eten of wat dan ook. Ja. We dachten even, we doen even wat anders dan alleen maar eten. Hè, daar zijn we wel van natuurlijk, maar vandaag dus de vijf activiteiten die we vandaag hebben uitgekozen. Er komt waarschijnlijk nog een deel 2 hiervan, want er zijn zoveel leuke dingen hier op Curaçao te doen. Die gaat er ook aankomen, maar niet volgende week. Volgende week hebben we weer wat anders voor jullie in petto. Dus wees er volgende week weer bij. Wij gaan jullie bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, doe even dat blauwe duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren, want morgen om 4:15 staat er weer een nieuwe vlog online. Speciaal voor jou. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg en dat is ayo, te mayan, oftewel doei. En tot morgen.